De neuroloog is een arts die gespecialiseerd is in ziekten van de hersenen, de zenuwen, het ruggenmerg en de spieren van de mens. Hoofdpijn, krachtverlies van de ledemaat, dubbelzien of misschien wel een loopstoornis, dat zijn allemaal voorbeelden van klachten waarmee mensen bij een neuroloog komen. In de studio dit uur neuroloog Jons Verduin van het Flevo ziekenhuis in Almere. Goedemiddag, was dat een beetje een goede samenvatting van het werk van een neuroloog? Ja, uitstekend. Maar dan weet ik nog niet of mensen echt goed snappen toch welke ziektes echt en neurologen horen. Nou, hoe zou je het zelf uh, uh, aan mensen duidelijk maken wat je doet? Nou, dit is wel een hele goede samenvatting. Uh, maar wat wij. Uh, uh, ik denk dat wij uh, uh, twee uh, belangrijke patiëntencategorieën zien. En dat zijn de hele ernstige, acute dingen die we op de eerste hulp zien. Uh, dat is niet per se altijd ernstig, maar wat wij bijvoorbeeld op de eerste hulp heel veel zien, zijn de hersenschuddingen. Dus mensen die hun hoofd. Uh, de beschadiger, die komen in eerste instantie bij een neuroloog om te kijken of er ernstige schade is of niet. Um, wat we verder heel veel op de eerste hulp zien, is, uh, zijn beroertes, hè, herseninfarcten. Um, maar ook hersenbloedingen, hersenvliesontsteking, dat soort dingen. Um, dat is het, 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 het acute deel. Dat gaat heel vaak over de hersenen. Um, uh, wat we daarnaast doen, en dat is een heel belangrijk onderdeel van ons vak, is uh, uh, de polyclinische zaken, dus het spreekuur. En daar zien we heel andere uh, patiëntencategorieën die veel minder acuut ziek zijn. Uh, ja, en dan gaat het, kan het van, dat is het mooie van de neurologie, dat kan van de kruin tot aan de tenen kan het probleem zitten. Want het gaat over je hersenen, uh, dat heb je al gezegd, in het ruggenmerk. Dat zijn de zenuwbanen vanuit je hersenen uh, naar beneden. En dan uiteindelijk de zenuwen in je armen of benen. En als daar een probleem in zit, dan moet je bij de neuroloog zijn. Nou, is het wel zo dat als je bijvoorbeeld uh, een hoesje hebt of dat je hartklag, hartkloppingen hebt of zo, ja. dan heb je een soort stethoscoop, kun je daarnaar naar luisteren, kun je misschien wel makkelijk een diagnose stellen. Nou, uh, onderzoek jij dingen die echt heel goed verborgen zitten in je ja. lichaam? Is dat een moeilijk vak dan? Dat is een heel moeilijk vak, natuurlijk. Uh, nee, dat is. Uh, maar dat kunnen wij wel. Uh, je kunt namelijk de functie van de zenuwen, die kun je uh, testen, ook bij het lichamelijk onderzoek. Dus je kunt gewoon vaststellen of iemand een verlamming heeft bijvoorbeeld. Als een zenuw niet goed werkt of een spier niet goed werkt, dan krijg je een verlamming. Um, als een zenuw niet goed werkt, kan je soms een gevoelstoornis hebben dat een arm uh, tintelt of er zit geen gevoel in. Dat kunnen wij vaststellen met lichamelijk onderzoek. Uh, dus dat kan je, ja, is een ander onderzoek dan inderdaad de internist bijvoorbeeld doet met zijn stethoscoop of de cardioloog. Maar wij doen echt met ouderwets handwerk uh, kunnen wij vaststellen of er ergens mankementen zitten in het zenuwstelsel. En ja. waar ben je zelf in gespecialiseerd? Uh, ik doe, uh, ben gespecialiseerd in multiple sclerose. Uh, hoofdpijnpatiënten zie ik veel uh, en bewegingstoornissen. Ik weet niet of je weet wat bewegingstoornissen dan zijn. dat is een beetje een algemeen begrip misschien. Ja, vertel, leg eens uit. Uh, de ziekte van Parkinson is bijvoorbeeld een bewegingstoornis. Dat is eigenlijk de meest bekende. Dus dat zijn mensen die, uh, die uh, ja, eigenlijk een soort onwillekeurige beweging hebben, het beven, maar ook waarbij het bewegen veel trager wordt. Uh, ja, dat, is een, dat is een goed voorbeeld van een bewegingstoornis. En zo heb je nog veel zeldzamer bewegingstoornissen. Uh, dat zijn, ziektes, zijn chronische ziektes doorgaans. En mensen die langdurig bij de neuroloog lopen en behandeld worden met medicijnen. Zie, zie je nou met name jonge of oude mensen? Ja, dat is ook, uh, ik denk dat heel veel mensen het beeld hebben dat een neuroloog voor oude mensen is met de ziekte van Parkinson. Uh, of dementie hè, is ook iets wat bij, bij de neuroloog hoort. Uh, maar wij zien toch ook heel veel jonge mensen. Want bijvoorbeeld, om maar eens een, 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 een ziektebel te noemen, een hernia. Uh, dat is een beknelde zenuw in je, in je onderrug uh, of in je nek. Uh, dat hoort ook bij de, uh, de neuroloog en dat is een doorgaans ziektebeeld wat je veel ziet op je dertigste of veertigste. Uh, migraine hoort ook heel erg bij de neuroloog. Is ook niet een ziekte van de oude mens, maar van jonge mensen. Dus eigenlijk zien we op de polykliniek heel veel uh, jonge mensen. Pijnklachten, tinteling, duizeligheid, hoofdpijn. Uh, ja, naarmate je ouder wordt, loop je wel weer kans op, grotere kansen op beroertes en dat soort dingen. Dus dat soort patiënten zijn toch wel weer vaak wat ouder. Eigenlijk een dwars van de bevolking kom je wel tegen in je polykliniek. Ja. Ja. Nou, en als je mensen gaat behandelen, wat, wat, wat doe je? Nou, ik doe dus niet aan opereren. Dus als er iets geopereerd moet worden wij constateren. Hè? Dus dat is ons vak. Wij, wij proberen een diagnose te stellen. En dat lukt vaak. En als we dat willen behandelen, dan doen we dat met medicijnen. Maar soms dus moet er wat weggehaald worden. Zo, want we hadden het net over Parkinson dat je dat ja. behandelt. Ja. Daar worden soms als kastjes op hersenen geplaatst, zodat dat trillen een beetje onderdrukt wordt. Ja. Maar dat doe jij dus niet. Nee, dat doe ik niet. Dus wij behandelen de ziekte van Parkinson met medicijnen. Uh, en uh, dat gaat doorgaans een hele tijd goed. Uh, maar soms kan het steeds moeilijker worden. En dan uiteindelijk kan het zo moeilijk worden dat het niet meer lukt met medicijnen. En dan uh, hebben sommige mensen, maar een klein deel, hebben dan zo'n hersenelektrode nodig. En die verwijzen wij dan naar de neurochirurg. Dat is een ander soort. Medisch specialist. Maar goed, medicijnen voorschrijven, dat is eigenlijk de manier waarop jij patiënten uh, beter probeert te maken of uh, niet te Dat is een de, ja, uh, de hulpmiddelen die we daarvoor hebben. ja, ja. zeker. Ja. Uh, zijn er veel goede medicijnen op dat gebied? Want uh, medicijnen die natuurlijk in moeten werken op je hersenen, dat lijkt me nog best wel een ingewikkeld uh, geneesmiddel. Dat is... Ingewikkeld, maar die bestaan er gelukkig wel en steeds meer. Uh, was de neurologie vroeger toch een, inderdaad vooral een, 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 een vakgebied waarbij je probeerde diagnoses te stellen. en waar er niet zoveel aan te doen was. Tegenwoordig is dat uh, steeds beter mogelijk. Uh, voor de ziekte van Parkinson is eigenlijk al vrij lang een vrij goed medicijn. wat een hele tijd helpt. Maar dan zijn ze nog druk bezig om nog betere medicijnen te vinden. Maar wat bijvoorbeeld heel erg veranderd is. Uh, en toch heel belangrijk, is uh, uh, de behandeling van herseninfarcten. Dat doen we met medicijnen, maar wel heel acuut. En dat gaat uh, via het infuus, waarbij je uh, zo'n bloedpropje... wat bij een herseninfarct een rol speelt, probeert weg te halen. Ja, dat zijn toch wel belangrijke medicamenten die we tot onze beschikking hebben. Ja, weten we eigenlijk wel genoeg al over de werking van de hersenen? Of is er heel veel nee, onontvangelijkheid? Ja, ja. Hoe komt dat? dat, dat we daar dan, omdat het zo moeilijk nou, verstopt zit? Ja, dat denk ik. Nou, dat, is, dat denk ik niet, maar dat is zo. Je kunt uh, Heel veel organen kun je een hapje uitnemen. Eenvoudig, en dan kun je het onderzoeken. En dat is al een belangrijk verschil. Dat, moet je, dat kan je met de hersenen niet zomaar doen. Dat zit in je... Um, uh, Schedel, en uh, als je daar een hapje uit neemt, is er meteen een ernstig defect. Dan kan je uh, bijvoorbeeld uh, een, een deel van je lichaam niet meer besturen als je dat weghaalt. Ja, daarom houdt het ook altijd een beetje toch iets engste en mysterieus ook voor mensen als je het over hersenen hebt. Omdat, nou ja, wat je zegt, uh, je hoeft er maar een tikje tegenaan te krijgen. Ik kan ja. er natuurlijk al een heleboel van maken. Waar. en je kunt hele gekke dingen ervan krijgen. Net waar het zit in je hersenen, waar het probleem zit, kun je hele rare verschijnselen van krijgen. Ja, nou, er zijn ook bepaalde aandoeningen, dus waar je mee geboren wordt, of wat je onderweg in je leven tegenkomt. We zijn niet altijd even zuinig op ons lichaam, nemen soms ook wel eens onbezonde beslissingen. Hè? Eh, kunnen ernstige gevolgen hebben. Dat is bijvoorbeeld het gebruik van lachgas. Laten we het zo direct over dat actuele thema hebben. Het is al maanden in het nieuws het gebruik van lachgas. Vooral jongeren weten geen maat te houden. En dat kan schadelijke gevolgen hebben voor de gezondheid. Iemand die daar tijdens zijn werk mee wordt geconfronteerd is, Jons Verduin, hij is neuroloog in het Flevo Ziekenhuis in Almere. En Jons is dit uur nog steeds bij ons. Ja, vooral de afgelopen jaar horen we veel over lachgas. Ja, is lachgas altijd schadelijk? Eigenlijk, um, nou, ik denk het niet. Uh, als je dat incidenteel uh, gebruikt, uh, daar is best wel veel uh, over bekend. Uh, dan geeft het korte verschijnselen die vaak lekker zijn. Daarom gebruik je het ook. Maar heeft het geen echte lange termijn uh, gevolgen? Er zijn een paar uitzonderingen die worden wel beschreven. Dat het uh, bij dichte oren uh, is het een gas wat zich kan uh, expanderen. Waardoor je trommelvliezen kunnen scheuren. Of, maar ik geloof niet dat dat een heel wezenlijk probleem is. Uh, als je het uh, gebruikt netjes met een ballonnetje. Krijg je ook geen bevriezende longen. Uh, dus ja, maar dat is dan gas instrumenteel... in een grote. Eigenlijk moet we moeten het misschien even uitleggen, want niet ja, iedereen is er misschien wel bekend wel. mee. Ja. Ja. <laughs> het is een gas komt in een grote fles. Een soort ja. een spu... ja, het is een soort slagroomspuitachtige ja. fles. Hè? Uh, dat kun je niet rechtstreeks uit dat ding opzuigen, want anders bevries je ja. dus. Zo koud is het. Ja. Uh, daarom verdelen ze het dan over ballonnetjes en daar leurk je dan aan. Zo is het. Ja, en dan is het effect dat je even geen zuurstof hebt, toch? Dat is een deel van het effect. Uh, het, geeft een, uh, het, het doet iets met wat receptoren in je hersenen. Het lachgas zelf, het, uh, het gas. Um, en dat geeft een heel uh, licht uh, gevoel in je hoofd. Uh, het, de geluiden worden allemaal even anders. Je neemt de wereld anders waar. Kleuren worden een beetje anders. Uh, en het geeft voor heel veel mensen een kortdurend heel fijn. Uh, Heb je het gevoel. zelf eens geprobeerd? Nee. Nee. Nee, je zou toch denken, nou, ik ben neurolog, kom ik nou, wel eens tegen. Ik moet ik kom het, dus het niet proberen. tegen. Dus dan oh. moet ik echt actief op. Dus je kunt het dus kopen bij de, uh, bij de, uh, bij de blokker. Uh, die ampullen die in die slagroom spuit gaan. Dat zou ik dan moeten doen. Uh, ik heb dat nog niet geprobeerd. Nee, nee, maar je wilde niet ervaren wat je was bij patiënten ziet. Uh, Nee, dat zeker niet, want ik zie niet de directe uh, effecten van het lachgas. Ik zie pas de effecten na nou, langdurig heel veel lachgas gebruikt. Ja, laten we daar even, even gaan niet, kijken. Uh, wil ik niet. Gaan, nee, dat wil je niet. Nee, nee. dat wil je niet. Nee, ja. wil je niet. Uh, dat, maar laten we daar inderdaad wel even naar kijken, want je hoort inderdaad verhalen van medici en ook van bestuurders van gemeenten die uh, overlast uh, zien. Hè? steeds meer verhalen over toenemend problematisch gebruik. Ja. Uh, in hoeverre merk je dat ook in het ziekenhuis al meer? Nou, dus, uh, best opvallend. Laatste, uh, de laatste maanden ergens zo uh, sinds oktober hebben wij uh, uh, vier patiënten in het ziekenhuis gehad. Nou, dat is best indrukwekkend, want jaren daar voorafgaand eigenlijk niet. Uh, ik heb ongeveer vijf jaar geleden heb ik een keer een patiënt gezien met uh, scha neurologische schade van lachgasgebruik. Uh, en toen weer een hele tijd niet. Toen hebben we heel lang over die diagnose gedaan, omdat het onbekend was. Uh, en uh, tegenwoordig is het veel meer bekend uh, en weten alle neurologen kennen dat uh, bestaan eigenlijk wel. Uh, nou, dus de afgelopen maanden vier patiënten. En wat was daarmee aan de hand? Nou, die, die uh, krijgen problemen van hun zenuwen. Het uh, is een klein beetje ingewikkeld verhaal, maar ook weer niet heel ingewikkeld. Je kunt het net zo ingewikkeld maken als je wil. Uh, maar dat lachgas doet iets met je vitamine B12. Uh, dat werkt daardoor niet meer. En door dat vitamine B12 tekort, dat kennen we al veel langer, krijg je problemen met je zenuwbanen. En, uh, wat voor problemen? Uh, nou, die zenuwbanen uh, glijden de stroom minder goed. Uh, dat is het hele principe van zenuwen, die geleiden stroom. Um, en um, dat kan problemen geven in je ruggenmerg. Dat zijn die grote zenuwbanen die van, van je hersenen uh, naar beneden lopen. Um, maar ook de zenuwen in je armen en benen. Nou, de verschijnselen die je daarvan krijgt... Dat zijn, uh, het begint vaak met tintelingen in je, in je vingers en in je tenen en voeten. En dat kan geleidelijk aan steeds erger worden. Uh, daarna kan je lichte verlammingsverschijnselen krijgen. Uh, in, je, in, je, in de spieren van je onderbenen bijvoorbeeld. Daar begint het vaak. Maar het kan ook tot hele serieuze balansproblemen uh, leiden. Dat je gewoon uh, de dat, uh, dat ja, lopende evenwicht. balans niet uh, goed kunt houden. Net alsof, als, als waar, alsof je dronken bent, maar dan permanent. En gebeurt dat als je er heel veel van gebruikt? Of kan je er dan bijvoorbeeld gewoon niet tegen? Nee, het gebeurt als je veel gebruikt. En wat dan ga je is me natuurlijk dan? vragen: wat is veel? En uh, uh, nou, daar, daar in, in, in de teksten die je daarover kunt lezen, is dat heel uh, uh, variabel. Maar uh, uh, de patiënten die wij uh, hebben gezien, die gebruiken toch een paar keer per week, uh, bijvoorbeeld 50 tot 100 of wel 200 uh, ampullen. Dat zijn die kleine ampulletjes die je overal ziet. Uh, op een avond. Uh, dus dat is wel stevig lastgasgebruik. Maar ook uh, heb ik het bij een patiënt gezien die het één keer in de week uh, uh, 20, 30 van die ampullen gebruikt. Ja, is, maar je zegt dat waren vier patiënten. Zijn die nu permanent beschadigd voor de rest van hun leven? Nou, als je er op tijd bij bent, dan, uh, dan uh, kunnen we de klachten wel verbeteren. Maar een heel belangrijk deel van de patiënten houdt er wel wat verschijnselen aan over. En, uh, en die patiënten die ik jaren geleden uh, uh, een, een keer heb gezien, die kwam al heel ernstig binnen. Die kon echt niet meer lopen. Die was rolstoelafhankelijk. En die heb ik een jaar na het ontstaan van die klachten nog een keer teruggezien. Uh, en die kon niet meer zonder rollator lopen. Uh, dus dat is best een, uh, een jonge vrouw. Uh, en dat wordt niet meer beter. Nee, nou zie je echt de extreme gevallen. Betekent dat dat je dan het topje van de ijsberg ziet? Ja, dat denk ik ja. Um, uh, ik denk dat, uh, dat heb ik ook wel al. al uh, dat hoor je wel ook. Dat sommige dealers uh, van het laggas want sommige mensen halen bij de blokker, maar dat wordt allemaal moeilijker gemaakt. Dus je hebt ook dealers in lachgas uh, en die leveren daar uh, vitamine B12-tabletten uh, bij. Nee. Dan nou, zeg waar. Maar, <laughs> um, maar dat, 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 dat neemt je lichaam toch niet genoeg op dan, of wel? Nou, dat helpt wel een beetje. Uh, dus als je wat meer voorraad hebt, dan, uh, dan, uh, dan, uh, dan zou je er theoretisch beter tegen moeten kunnen. Uiteindelijk is dat natuurlijk niet het uh, nee, idee. Het is een beetje alsof je bij de wodka surant schenkt, omdat je dan toch je vitamine binnenkrijgt. Precies ja. maar het is schadelijk spul. En, uh, en uh, uh, ik, de, 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 de meeste lachgasgebruikers, die weten inmiddels ook van die tintelingen. Dus die, 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 die gaan er denk ik niet mee naar de dokter. En die denken van nou, moet ik maar naar vitamine B12. En ik hoop dat ze dan ook als een solometer. Stoppen met het gebruik van dat laggas. Ja, nou ja, toch hoor je veel ouders die zeggen: Ik heb liever dat mijn kind zo'n ballonnetje neemt dan een sigaret of een glaasje alcohol. Dat is allemaal niet goed, hè? Uh, maar dit is ook echt niet goed. En, uh, uh, en ik heb ook gemerkt aan die mensen die we dan hebben gezien: dat het toch allemaal wat minder. Uh, het zou niet verslavend zijn. Uh, nou, daar is het boek denk ik ook niet helemaal over, geslo uh, over gesloten. Maar uh, van één iemand weet ik in ieder geval, die het echt buitengewoon lastig vindt, ondanks zijn neurologische symptomen, om te stoppen met dat spul. Uh, dat lijkt dus, ook wel dus, verslavend. Dus, uh, dat klinkt heel verslavend. Ja, je jaagt uh, natuurlijk die kick naar, wat je dat rare gevoel hebt. Ja, het is ook gedrag en je doet het met een groep. Er zijn jonge mensen en die, uh, het is groepsgedrag. En, uh, uh, ze gebruiken veel op een avond en hebben het idee dat het eigenlijk niet zoveel kwaad kan. Ja. Er wordt op dit moment gediscussieerd hè, over een landelijk verbod op uh, lachgas. Ben jij daar voorstander van? Ja, dat vind ik altijd lastig. Dat durf ik niet te zeggen eigenlijk. Uh, ik weet niet wat het beste werkt om het uh, gebruik zo min mogelijk uh, te laten worden. Uh, een verbod kan soms ook wel eens misschien, dat weet ik niet, tegen uh, uh, een... een, een ja, dan wordt het extra spannend. Uh, nee, precies. Hm. Ja. Um, uh, maar de, vrees je nou dat er steeds een, Want vorig jaar zag je er vier binnenkomen. Ja. Dat dat er acht worden het komende jaar? Ik hoop het niet. Maar ik, ik, ik denk dat er steeds meer uh, uh, duidelijkheid over komt. En dat er meer informatie over komt. Uh, en dat steeds duidelijker wordt dat dat uh, toch ook uh, duidelijke risico's uh, heeft. En ik hoop daarmee dat het in ieder geval niet erger wordt. Nee, maar wat, want wij hebben het nu over overmatig gebruik. Maar je ziet natuurlijk ook uh, heel veel berichten over mensen die na wat minder gebruik bijvoorbeeld in een auto gaan zitten. En Precies. dat levert ook een, flink gevaar op. Hè? Want dan, dat, dat, daar kan je dan niet meer goed uh, een auto besturen. Kun je echt in het een, een aantal minuten sowieso een echte roes? Uh, mensen nemen het, uh, schijnen het ook te nemen tijdens het autorijden. Uh, ja, 60% uh, van de mensen die het in de auto gebruikt, rijdt ook daadwerkelijk of bestuurt de auto, las ik. Ja. Het wordt ook vaak vanuit een auto verkocht. Dus uh, die relatie is natuurlijk echt uh, uh, niet goed. Uh, dat is een duidelijk risico van het gebruik van GHB en alle geestverruimende spullen. De, doe het niet bij het autorijden. Nou, we zijn een stukje wijzer geworden. Uh, gewoon over jouw werk in het algemeen. Maar ook uh, waar we op moeten letten. Uh, en vooral niet te veel moeten gebruiken van bepaalde dingen. Ja. Uh, uh, Jons Verduin, neuroloog van het Dank Ziekenhuis. Dankjewel voor je tijd.